Een historisch motorevenement op het industrieterrein De Harselaar in Barneveld trok vele duizenden motorliefhebbers, die graag het gebrul en de snelheid van de oude machines wilden aanschouwen. Het evenement werd geopend met een demonstratie van het stuntteam van KTM met stuntrijder Johnny Doe. Alle categorieën kwamen aan de start, van de 50 cc tot en met de 500 cc en als klap op de vuurpijl het geweld van de motoren met zijspanning. De 50 cc rijders mochten het spits afwijken. In welke klas rijdt u mee vandaag? In de 350 met een 250 cc. En hoe komt dat zo dat u met een 250 cc in de 350... In de 250 cc weinig ruimte was en in 350 wel. Dat hebben ze me gevraagd of ik met de 350 mee wil rijden. En ik rijd toch voor een plezier, dus al kom ik achteraan, dat maakt me helemaal niks. Waarom durft u dat niet meer? Door uw leeftijd of... Nou, ik heb een 93 gek op mijn bek gelegen. En dan doe je eigen zeer. We hebben nu een mooie mans. We zijn halverwege de eerste mans en ik hoop dat er weinig uitvallers zijn. En dat we na de pauze allemaal nog een keer kunnen rijden. En ja, het is spannend. We hebben wel eens een keer gehad, direct na afloop heel veel regen. Ik hoop dat het nog even wegblijft. Dat vind ik het meest spannende voor vandaag eigenlijk. Het evenement gaat verder perfect. Ik begrijp dat u al zeer lang meedoet aan dit evenement. Wat maakt het eigenlijk zo leuk hier op de Harselaar? Ach, een thuisevenement, hè? Thuiswedstrijd, leuke mensen. En het is het grootste evenement wat we hier in Nederland hebben, zover als ik weet, op het historische gebeuren. En het is gewoon goed verzorgd, mooie baan, ja, vaak mooi weer. En waarom doet u eigenlijk mee in twee klassen? Ja, dat groeit een beetje, hè. Je hebt eerst één zo'n motorfiets en dan word je enthousiast en dan komt er nog eens eentje voorbij fietsen. En dan zeg je, ja, zullen we het doen, zullen we het niet doen? En van het een komt het ander. En het is wel een kick hoor, om allebei de klassen uit te rijden. En als het half kan, een beetje bij de voorste helft. Ja, dat past ons wel. Denk je dat het mogelijk is vandaag? Oh, bij de voorste helft wel, maar bij de eerste, dat zal wel niet meer lukken. We aan de hand geblesseerd, dus dan zijn de mogelijkheden iets minder. De Barnevelders, Koos Bouwman met zijn passagier Sam Kiers, hier aan de start, konden de race niet uitrijden door mechanisch ongemak.